Albert Heijn verkoopt veel verschillende soorten eieren. Vandaag volgen we scharreleieren met 1 ster beter leven. En Roy neemt ons mee naar het begin. Toch Roy? Dat klopt. Zeg, hoe laat begint al dat gekakel hier? 'S ochtends om 6 uur gaat het licht hier aan en dan beginnen deze dames met kakelen. Oké, en hoe weet je nou zeker dat de kippen hun eitjes in de legnesten leggen? Nou, omdat kippen ervan houden om op een rustig en donker plekje hun ei te leggen. De eieren rollen vanuit het nest op een band en die worden 1 keer daags effectief en snel afgedraaid. En wat gebeurt hier? Ik haal de smerige en de kapotte eieren eruit. Daarna worden de eieren gestempeld en verpakt. Ja, die stempels, wat staat daar nou op? Nou, de 2 die op het ei staat, staat voor scharrel. NL, land van herkomst. En daarna staat er een uniek bedrijfsnummer. Daarna worden de eieren op pallets gestapeld. Om ze klaar te maken voor transport naar het pakhuis. Naar Jamila bijvoorbeeld. Dan ben jij zeker Jamila. Ja, dat ben ik. Wij staan hier in het pakstation waar veel van de eieren die Albert Heijn verkoopt worden gecontroleerd en verpakt. En waar controleren jullie al die eieren dan op? We controleren de eieren op veld en dit doen wij door middel van hele kleine camera's. Daarnaast kijken we ook of er een haarscheur in het ei zit. Dit testen we door middel van kleine drukkussentjes die tegen het ei aantikken. Als de eieren helemaal goedgekeurd zijn, worden ze ingepakt in de juiste verpakkingen. Daarna zijn ze klaar voor transport en gaan ze naar het distributiecentrum van Albert Heijn. Hey Monique, wat gebeurt hier nou precies? Wij zijn een van de distributiecentrums van Albert Heijn. Vanuit hier worden alle eieren naar de winkels gebracht. Maar hoe weten jullie nou wat winkels willen hebben? Via deze heupcomputer komen de bestellingen binnen. En via de headset horen wij hoeveel en welke eieren we moeten pakken. En dan? En dan gaan ze de vrachtwagen in. Ah ja, en zo belanden al die eieren dus in het schap. Hé, hey, voor mij misschien een doosje? Ja, zeker. Alsjeblieft. Nou, sommige eieren halen het schap niet eens. Check nu zelf jouw ei op checkjeei.nl.